dag 2 van het protest tegen de regering. Na 60 jaar hulp voor Prakiki School. En praten over hersenontwikkeling bij pubers. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Dag 2 van het protest tegen het beleid van de regering Santokki Brunswijk. De mensen hebben aangegeven dat zij protesteren totdat er een duidelijke verandering in komt. Zij verzamelden zich voor het gebouw van het ministerie van Economische Zaken om minister Reshma Mathura te vragen hun voorstel uit te voeren. Een grote menigte verzamelden zich voor het ministerie van Economische Zaken om hun stem te laten horen. Minister Reshma Kuldeep Singh besloot naar de Nieuwe Haven te gaan waar de protesteerders zich verzamelden. De mensen geven aan dat de prijzen in de winkels te hoog zijn en de brandstofprijzen aan het stijgen zijn. Dit alles door het beleid van de regering. Zij hadden enkele vragen voor de minister. Waarom is uw economisch beleid met betrekking tot prijsbeleid alleen voor Paramaribo? Ik praat hier voor de mensen in het binnenland. Wij willen iets duidelijker prijzen landelijk. En we willen dat het nader verkeerd toch zodat de binnenland bewoners dan niet meer lachelijke prijzen betalen. Dus willen wij hier misschien voor 20-30% minder kunnen aanschaffen. Minister! Van HI, Economische Zaken. Vindt u dat het goed gaat in het land? En dan heb ik een gewetensvraag. Als u ook weet of vindt dat het niet goed gaat in het land en u zegt dat u hard hebt voor Suriname, dan vragen wij u het volk van Suriname uw portefeuille neer te leggen. Vandaag is de tweede dag dat er geprotesteerd is. Gisteren heeft de president laten weten dat hij graag met de trekkers van de protestactie wil praten. Moeilijk gezegd in dialoog gaan. En dit is niet waar ze naar kijken, zegt Dave van Aarde. De prijzen moeten worden aangepast en we willen dus de minister spreken. En eerlijk gezegd, nog voordat we echt naar binnen konden gaan. We hebben een bepaald einddoel en we zijn niet altijd hier om te protesteren, laat maar zo zeggen. Het feit dat de president in het land is gebleven en met ons wil praten, dat is een goed teken. Maar we hebben ook de ervaring dat hij niet altijd doet wat hij zegt. Dat is heel eerlijk. Dus we willen nu, we hebben bepaalde eisen. Als we zien dat hij ons met bepaalde eisen al moet beginnen te komen, dan willen we zeker met hem aan tafel zitten. Maar ik ga niet met hem achter gesloten deuren zitten. Ik ga met hem zitten met alle media erbij, live op tv. Want niemand moet mee betichten van omkopingen en alles. Want ik ben niet daarvoor. Nadat er een vraag en antwoord moment was tussen de protesteerders en minister Kuldeep Singh, hebben zij besloten om van de Nieuwe Haven te lopen naar de Nationale Assemblée. De groep was niet tevreden met de antwoorden van de minister van Economische Zaken. Op Zorg en Hoop zit de 64 jaar oude Prakiki Kleuterschool. De school zelf zoekt al jaren naar hulp om het gebouw te kunnen onderhouden. Het is geen bouwval, maar het zag er ook niet heel mooi uit. Om de inspiratie en motivatie te versterken bij de kleuters, heeft PPG, ook wel bekend als Farasio, meer dan alleen een paar potten verf gedoneerd. Er is veel meer, maar dit zijn enkele beelden van de Prakiki school voordat Farasio de handen uit de mouwen heeft gestoken. Onder de campagne Nieuwe Verf voor een Nieuwe Start, dat onderdeel is van PPG's Colorful Communities, brengt Farasio hier samen met 31 vrijwilligers en een aannemer verandering in. En het is gefocust op docenten en studenten en kindertjes die tijdens de pandemie 2 jaar lang thuis zaten en van huis uit les moesten geven. En je snapt als je weer terugkomt naar school en je moet terugkomen naar een school waar het verf afbladdert, of er gaten zijn in het plafond, dat je denkt, nou dan blijf ik liever thuis. PPG besefte dit. PPG wilde ze een nieuwe start geven. Vandaar dat we de Prakiki school helemaal hebben gerenoveerd. Omdat we vinden dat de docenten en de kindertjes het waard zijn om ze een nieuw begin te geven. En dus ook enthousiast weer naar school toe te laten komen. Het was echt nodig. Het hout was poreus en verrot. Dus voor mij leek het heel onveilig. Want normaal verven we alleen, maar ik heb gelijk als moederbedrijf gevraagd, kunnen we aangezien we deze campagne hebben, New Paint for a New Start, ook de hele renovatie doen van de school, naast het schilderen. En dat hebben ze goedgekeurd. Er zijn niet zomaar wat mooie kleurtjes gekozen door Farasio.
Via zogenaamde kleurenwetenschap weet men al jaren dat bepaalde kleuren rust opwekken, andere motiveren en sommigen zelf een frons naar een glimlach kunnen laten veranderen. Normaal worden PPG-vrijwilligers ingezet, maar dat zou niet genoeg zijn. Toen een oproep werd geplaatst op de bekende social media om te helpen verven, werd de inbox van Verrassio overspoeld. Veel meer dan 65 mensen hebben binnen een dag gemeld, maar er was maar plek voor dat aantal. Ja, ik had gezien hoe de school eruit zag. Het zag er wel niet zo prettig uit. Vooral als kind wil je naar een prettige environment komen als het ware. En ik had het eigenlijk ook gevoeld wat hun voelde. Ik dacht van, boy, ik zou niet hier willen plassen of een beetje ontlasten. Dus ik dacht van, oké, dat ziet er niet zo fijn uit. Maar toen ik hoorde ze gaan het renoveren, was ik wel blij ermee. Nou, voor mij is het goed, want ik heb begrepen dat de school... Dit is volgens mij de tweede keer dat de school geverfd wordt, vanaf het ontstaan van de school. En waarom heeft u hierbij betrokken? Omdat mijn zoontje hier, al mijn kinderen hebben hier gezeten op school. Zijn er nog kinderen van jullie op school? Ja, een zoontje van me. Het is heel fijn, vooral voor de kinderen, want we hebben jarenlang gevraagd naar renovatie en naar een verfbeurt. Uiteindelijk hadden we het ook zelf gedaan met donaties van ouders. De school is al ook al bijna 65 jaar oud. En we hebben nooit echt een renovatiebeurt gehad of een verfbeurt. Nu al vinden ze het spannend. Ze zeggen van, kijk, er komt een nieuwe kleur. Mijn klas heeft een andere kleur. Ze vinden het heel fijn. De school heeft dus genoeg vrijwilligers om te helpen. Afgelopen zaterdag 16 juli en komende zaterdag 23 juli. Volgens Farisio zal hun waterbasisverf lang goed blijven en is onderhoud daarop voorlopig niet nodig. De Prakiki-school zelf is van 1958 en bestaat op 15 november 65 jaar. Alvast gefeliciteerd! Weet jij dat jouw hersenen zich door blijven ontwikkelen tot jij 25 jaar oud bent? Die periode van hersenontwikkeling tussen 10 en 25 jaar wordt ook de tijd van storm en crisis genoemd. Kinder- en jongerenpsycholoog Julio Kruden vertelt ons vandaag meer over de hersenontwikkeling bij pubers. De pubertijd begint ongeveer vanaf de leeftijd van 10 jaar. Tijdens deze periode kan het voorkomen dat jongeren vaker druk zijn en soms ook gedrag vertonen zonder er vooraf eerst goed over na te denken. Ik doe soms dingen waarvan ik weet dat het negatieve gevolgen gaat hebben, omdat ik gewoon reageer op wat er dan gebeurt, op dat moment gebeurt. En dan wanneer ik daar later zit en ik koel af en ik denk terug van hé, ik moest dat niet hebben gedaan, ik heb die persoon pijn gedaan. Stel dus bijvoorbeeld bij schoolwerk, van dat ik misschien een SO had een week later en ik denk van nee, laat maar, morgen ga ik studeren en dan uiteindelijk is het één dag van tevoren en dan zit je niet te struggelen. Dus dan denk ik weer even van, liever had ik het toch gedaan die week dat ik nog had. Ik spreek het niet goed hoor, maar er is wel een verklaring ervoor. De hersenen zijn onder constructie. Ze gaan zich verder ontwikkelen. Maar het lastige bij tieners, pubers, adolescenten is dat het gebied van denken ontwikkelt zich wat trager dan het gebied van beloningen. En daarom zie je dat ze dus dat roekeloos gedrag, het zorgt ervoor dat je andere status krijgt in je vriendenkring, is een beloning. Het impulsieve zorgt ook ervoor, hey, actie, reactie, je bent geweldig, iets snel, flexie, noem maar op. En dat zijn allemaal de gebieden van beloningen die actief zijn. En daarom het gedrag, omdat hoe leuker dat is, het gebied is actiever, dus dat werkt prettig voor hun. Maar het gebied van denken, het ontwikkelt zich wel, maar wat minder snel. Waardoor je soms ziet dat ze een besluit hebben genomen of ze kunnen niet plannen. En dan zeggen ze later, mijn god, had ik het anders aangepakt, dan had ik het echt anders gedaan. Ik doe vaak dingen die slechte gevolgen hebben, omdat misschien voor dat moment lijkt het leuk. Of voor dat moment voelt het goed aan. En dan... Ja, wanneer de consequenties voor de deur zijn, dan denk je even van waarom heb ik het gedaan en zo. Ik weet het persoonlijk niet waarom ik dat zou doen, want ik weet duidelijk wat de gevolgen inhouden, maar toch doe ik het. Zo, ik zou je echt niet op dit moment kunnen zeggen waarom ik het doe. Er zijn wel een paar gevallen, maar eentje van ze is wanneer mijn zusje bijvoorbeeld een hele tijd lastig doet, dat irriteert het me soms en dan schreeuw ik er. Dan voelt het goed aan, dan is ze direct stil. Maar later denk ik van, ze is nog klein. Ik was ook zo
toen ik haar leeftijd was. Dus take it easy. Volgens kinder- en jongerenpsycholoog Julio Kruden kan het zorgeloos gedrag dat jongeren soms vertonen een gevolg zijn van de hersenontwikkeling. Jongeren zijn in de puberfase van hun leven ook op zoek naar een eigen ik. Ze zijn dus extra gevoelig voor beloningen en het is daarom belangrijk te weten hoe daarmee om te gaan. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.